De politie heeft de afgelopen dagen bij grenscontroles voor tienduizenden euro's illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat vooral om strijkers en vuurwerkpistolen. Vooral jongeren trekken vlak voor de jaarwisseling massaal de grens over om in Duitsland vuurwerk te kopen. Vlak voor elke jaarwisseling wordt de winkel van Jan Kelder in de Duitse Lage omgetoverd tot een vuurwerkwalhalla. De knallers, vuurpijlen, strijkers, maar ook vuurwerkpistolen worden met name door de Nederlanders gekocht. Iedere dag, ja, 50 tot 100 stuk. Ja, die neemt morgen al dat hele gewoon dat lichtvuurwerk met en vuurpotten en zo wat alle. Vindt u het vervelend dat er zo gecontroleerd wordt? Ik vind het vervelend, ja. Eén keer in het jaar, maar als de jongens hem op iets plezier en wilden, wat mooi knappen. Ja, nu laat ze knappen. Er gebeurt toch niks. Of er iets gebeurt of niet, veel Duits vuurwerk mag in Nederland niet worden afgestoken. En dus controleert de politie extra scherp. Het is gewoon in mijn ogen consumentenvuurwerk. Ik laat het even zien. Ja hoor. Okay. Kijk, zijn een paar pijlen met een paar sierpotten. Ah, en deze pakket is ook gewoon in Nederland verkrijgbaar. Dus hier doen we niks meer, dan mag mevrouw gewoon weer verder rijden. Maar waarom koopt u het dan in Duitsland en niet in Nederland? Omdat we toevallig tegenkwamen. Anders niet. U zegt dit mag wel, maar wat mag niet? Ja, ik ben heel benieuwd naar. Waarvan de gevarenklasse meer dan 1,4 is. Maar het moet toch ook, ik wil niet vervelend zijn, maar het moet toch ook voorzien zijn van een Nederlandse handleiding? Dat klopt. Dat is dit niet. Dat zou officieel moeten. En we hebben gewoon als politie de afspraak gemaakt van dat wij... Zoals de dagen 29, 30 en 31 december, wanneer de vuurverkoop in Nederland aan de gang is, dat wij dat gewoon ook hier toestaan.